Jeske en Jan. Goedenavond. Hey, goedenavond. Jan, een paar dagen geleden zei je tegen mij... Nou, ik ben een paar dagen niet aanspreekbaar geweest na de verkiezingen. Je maakt je nogal zorgen en je hebt ons erbij geroepen om... ik geloof de nieuwe generatie te vertegenwoordigen, als ik me niet vergeet. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd van hoe jullie terugkijken. Kijk, ik kom uit een periode, zal ik maar zeggen, dat links en rechts elkaar behoorlijk in evenwicht voelen. Ja. En ik zie nu een enorme verrechtsing. Ik zat net weer ook naar de televisie te kijken naar wat er in Amerika gebeurd is in die tijd met Trump bij Zembla. En toen dacht ik, jeetje meer, waar gaan we naartoe met deze wereld? Ja. Ja, ik weet niet of jullie er heel anders over denken, maar ik geef toe, ik begin me toch wel erg grote zorgen te maken in deze. En zeker omdat het steeds een soort raar soort generatieconflict dreigt te worden, hè, tussen de jongeren en de ouderen. Nou ja, dat merk ik echt. Dan denk ik van, ja, dat vind ik toch wel zorgwekkend. Maar... er zijn heel veel problemen in Nederland, maar of er nou een generatie, een conflict is tussen jongeren en ouderen, dat vind ik wel een interessante. Leg dat even uit, want dat begrijp ik niet. Kijk, ik kan me voorstellen, onder jongeren is het natuurlijk enorm zorg dat ze zeggen, zeker omdat er steeds meer ouderen komen, die een AOW krijgen en zeggen dat op zouden snoepen. Ja. Wat blijft dan voor de jongeren over? Het feit natuurlijk dat we zitten met een enorm milieuprobleem, wat ik ook zie, hè, overigens. Wat, zal ik zeggen, door onze generatie neergezet zou zijn. Zonder dat we ons daar heel erg bewust van waren, maar zo wordt het wel vaak gezien. Mm. Ik zie nu dat we, naar alle waarschijnlijkheid, dat is gewoon een kleine inschatting, maar dat we dadelijk D66, VVD en waarschijnlijk CDA, als ze eenmaal uitgehuild zijn, weer aan de macht krijgen. En wat dat gaat dat betekent voor het VN-verdrag, voor het PGB, voor de huisvesting. Ik begin me toch alleen zorgen te maken, eerlijk gezegd. Hmm. En volg jij dat, Jeske, die zorgen? Nou, een conflict zou ik het niet noemen. Maar ik ben wel van mening dat jongeren heel vaak vergeten worden in deze. En dat... ook met corona, daar heel veel aandacht gaat naar de oudere doelgroep, die natuurlijk ook heel kwetsbaar zijn. Maar dat sluit niet uit dat er ook jonge mensen en volwassen mensen zijn die al sinds maart thuis zitten. En die nog steeds geen vaccin hebben gehad, bijvoorbeeld. Dus ik snap in die zin wel waar je denk ik vandaan komt, Pop. Maar conflict is wel een heftige benaming. Maar ik wil eigenlijk even een beetje de orde in het gesprek houden, want ik dacht dat we het over de verkiezingen gingen hebben. En ik denk dat iedereen die deze vlog kijkt, het er wel over eens is dat mensen met een handicap een beetje genegeerd worden in het coronabeleid. Maar het ging heel erg over de uitslag van de verkiezingen en de mokerslag die nog steeds op Jan's gezicht een beetje te lezen valt in die zin. En, weet je, ik had echt gehoopt dat ook een aantal mensen met een beperking zelf nu tot de politiek zouden doordringen. Ja. Misschien dat er vrijdag nog echt een wonder gaat gebeuren. Dat een aantal van de mensen die, waarvan wij dachten, nou, die maken in ieder geval een goede kans om in de politiek terecht te komen. Dat die in de politiek zouden terechtkomen. Maar ik heb daar grote twijfels bij. En het is natuurlijk ook wel verrassend dat juist aan de linkerkant heel veel mensen met beperking op de evenementen wel actief zijn of waren. Ja. Ja, want we moeten de trieste conclusie trekken dat volgens mij maar één van de mensen die we geïnterviewd hebben in de vlog het uiteindelijk tot de Kamer heeft gemaakt. Ja, van de VVD. Kort. Of niet, ja. Van de VVD. Je vroeg eerst wat ik ervan vond en als ik dat even op een rijtje zet, wat ik moeilijk vind, want ik vind het nog vroeg. Maar de verrechtsing van Nederland valt wel enorm op. Tegelijkertijd weet je dat 20% van het electoraat zal altijd extreem rechts, of in ieder geval extreem stemmen. Dus nou ja, die hebben zich ook allemaal laten blijken. D66, ik zou zeggen, bekende kleur. Ook als het gaat om je standpunten die rondom mensen met een beperking staan. Want op zich was het een vrij progressief
vrij optimistisch verhaal van mensen met een beperking, als ze niet op gaan schuiven naar de VVD. Dus het wordt nu heel spannend of CDA of D66 met een linkse partij in de coalitie komt. Of dat ze gewoon opschuiven naar een soort VVD-light en het uiteindelijk toch een soort rechtsliberale regering wordt. Tot die tijd durf ik nog niet al te veel conclusies te trekken. Maar waar ik het meest van geschrokken ben, is dat links Nederland massaal verloren heeft. En dat de sociaaldemocratie wel een beetje om zeep geholpen is met deze verkiezingen. En als ze nu niets gaan fuseren, dan gaat het nooit meer goed komen met links. Dat denk ik er wel een beetje over. Ja. Het is echt wel een klap in het gezicht voor mensen die hun hart links hebben zitten. En dan is alle hoop nu gevestigd op D66. Nee, dat ben ik helemaal eens. Als D66 inderdaad bereid is en in staat is om wat tegenwicht te bieden aan de VVD, dan is er nog hoop. Ik bedoel, want dan komt toch ergens het midden uit, weet je wel? Ja. Maar als het puur gaat over handicap en mogen we hoop hebben in de politiek, dan zou ik bijna durven zeggen alle ballen op D66. En natuurlijk hopen dat Lucille Werner iets gaat betekenen voor de zichtbaarheid van mensen met een beperking. Voor het CDA, nummer 10. Ik denk zeker dat Lucille voor een bepaalde groep mensen met een handicap iets gaat betekenen. Welke groep dan? Ik denk heel veel mensen met een verstandelijke beperking, dat zag je ook. Die voelen zich erg aangetrokken tot Lucille. Ik denk mensen die echt daadwerkelijk eigen regie voeren. En heel zelfstandig zijn. Heb ik daar enige twijfels over. Laat ik het dan maar zo formuleren. Maar ja, daar heeft het CDA in het verleden ook voor bewezen dat er niet altijd een vriend was van de mensen die zelfstandig proberen te doen. Nee, ik bedoel, als je uitgaat van, wat ik ook al tegen Kees van der Staaij probeerde uit te leggen, als je uitgaat van het schild van de zwakkeren, dan ga je ze niet een zelfverdedigingscursus geven. En ik denk dat mensen die een handicap hebben, die niet per se op een schild aan het wachten zijn, sowieso niet vaak niet geholpen zijn met de christendemocratie, tenzij de partij daar anders over durft te denken. Maar ik ben niet op zoek naar een schild voor de zwakkeren. Ik denk, geef ze een zelfverdedigingscursus. En wat dat betreft zijn de partijen die daarin geloven, die hebben natuurlijk wel heftig verloren. Ja, en hoe denk jij erover, Jeske? Ik bedoel, heb jij een zelfverdedigingscursus nodig? Nodig. Of heb ik hem al? Nee, ja, ik vind het mooi gezegd, moet ik zeggen. Die ga ik even onthouden. Maar wat ik me afvroeg, ik weet niet of het waar is, maar ik zag een, of ik had een stukje gelezen, waarbij stond dat met het formeren eventueel er ook een optie was qua aantal zetels, dat GroenLinks er nog bij kwam. Wat vinden jullie daarvan? Wat zou dat betekenen? Nou, ik moet dan meteen aan April Ranshuizen denken. Ja. Die dan onmiddellijk in de Kamer zou komen als GroenLinks zou doorschuiven en een paar ministers zou leveren. Dus dat zou best goed nieuws zijn. Voor die kandidaat zeker. Maar ja, ik ben benieuwd of... Ik ben een beetje sceptisch of GroenLinks dat gaat durven. Omdat ze zoveel verloren hebben. Ja. En om dan bij een kabinet te gaan zitten, dan, ja, daar heb je wel lef. Ze zijn wel afgestraft voor hun ambitie om in een kabinet te gaan zitten. Dus of ze dat aandurven, weet ik niet. Ik zie dan eerder de PvdA vormen die geen zetels heeft gewonnen, maar ook niet heeft verloren en een iets neutralere positie heeft. Ja. Maar we moeten het afwachten. Ik zou mijn geld inzetten op de PvdA, die natuurlijk wel heeft beloofd GroenLinks vast te houden. Maar PvdA kennende, sorry dat ik een beetje cynisch ben, zullen ze wel eerst proberen GroenLinks vast te houden en vervolgens GroenLinks laten vallen. En dan ja. Ik denk niet dat GroenLinks het opnieuw aandurft om in de regering, of het nu aandurft om in de regering te gaan. Ja, misschien als een van ons drieën als formateur gevraagd wordt, dat zou natuurlijk wel interessant zijn. Ayan, je weet dan wie van ons drieën gevraagd wordt. Dat weet je heel goed. Het is gewoon een sollicitatie naar een functie. Een open sollicitatie. Ja. En wat vinden jullie... ik weet niet of jullie het hier ooit over gehad hebben. Maar wat vinden jullie van
vinden jullie dat, als we het even over handicap en zo hebben, hè, dat gelijkheid, en dan bedoel ik niet voortrekkerij, of, maar echt gelijk trekken, of dat genoeg naar voren komt in deze verkiezing? Ja, ik denk dat de vraag gelijk trekken, wil je gelijk getrokken worden? Uiteindelijk wel. De vraag is alleen, hoe doe je dat? Denk ik. En ik vind nog steeds, maar ja, dat blijft natuurlijk mijn paradepaardje. En ik denk dat mensen er ondertussen al moe van worden. Ik geloof echt dat je handicapt als emancipatiebeweging moet gezien. En niet als een of andere medische bijsluiter van je partijprogramma. En de woorden emancipatie en handicap, die worden in Nederland en al helemaal in de Nederlandse politiek gewoon niet vaak samen gebruikt. En ik had wel gehoopt dat, ik hoop het eigenlijk nog steeds, dat dat de komende 4 jaar wel een beetje gaat doordringen. Dat je dus handicap wel in het licht moet bezien van emancipatie. En als we daar welke partij dan ook van kunnen overtuigen dat dat meer aandacht verdient, dan ben ik daarvoor. Maar daarom hoop ik op D66. Dat die baton op zich neemt en het veel meer, en het ook echt over emancipatie durft te hebben voor mensen met een handicap. En het verkiezingsprogramma lijkt daar toch wel op. Dus, ja. Maar ja, het is... Weet je, Mari? Praktijk is twee dingen natuurlijk, tweede ding. Nou, kijk, dan is onze volgende gast D66. Nou. Ja. Als jou dat lukt, Jan. Als... Schitterend. En we moeten gaan afsluiten, want het is 12 minuten en 44 seconden op mijn klokkie. En het zal nog iets langer zijn, want ik heb mijn stopwatch iets te laat opgezet. Een minuutje, denk ik. 30 seconden. Dus we... titelen. Exact. Succes, Jeske. Dank je. En het komt goed, jongens. Hou de moed erin. Jan, kop op. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. Hè? Nee. Hey, en laatste, allerlaatste. 150 boekjes van Jeske gaan binnenkort naar de Tweede Kamer. Dan weet je het vast. Nou, dat is mooi. Heel Ze goed. Weten het nog niet, maar dat maakt niet uit. Hou die druk erop. Vind ik een goed idee. Scoop. Doei. Doei. Doei.